Ja, het Bieslet. Herken je er nog iets van, Art? Ja, kijk, er was veel meer staattribune. Dit was met name een gedeelte waar ze echt boven op het ijs zaten. Dat hekje waar een beetje reclame stond. Dat tribunes die lagen ook echt zo dicht tegen het ijs aan. Ja, ja. De bijzonderheid van Bieslet, kan je dat omschrijven? Dat is eigenlijk het publiek, de sfeer midden in zo'n stad. Want dan zat dat ook echt helemaal vol. Hoeveel mensen zaten er dan in? Er zaten 28.000 man in. En dat was ouderwets, ijs, natuurijs, met een sneeuwrandje. Prachtig, mooie, dikke sneeuwranden, waar je ook heerlijk kon inspieren. Dat mocht toen ook nog. Ja, dat is eigenlijk wat we willen bij de coolste baan. Hè? Ja, ja, dat is ook zo'n beetje het gevoel. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen, als je in deze arena zit, dat het geluid zo helemaal met je meegaat, helemaal meewalmt. Met name de overkant, hè, de grote staattribune. En als dat begon te juichen, ja, dan ging het los. Vlak! Plak! En het is wel grappig, hè? Een sneeuwrandje in de bocht en twee handen op je rug. Ja, ja. Femmelsexte? Zuurzexte? Zette, toezette. We hebben geen clue waar we wat over gaan. Ik denk dat je copy Bieslet. In the middle of we try to copy the feeling. The feeling, the feeling. We're looking for the Bieslet feeling. Feeling is an important thing, you know. Yeah. The soul and the feeling. Yeah. Buitenschaatsen in deze tijd, kan dat nog? Ja, dat kan zeker nog. Ik denk dat dat geen enkel bezwaar is. Want het gaat er eigenlijk maar om hoe zijn de atleten zelf ingesteld. Dat zijn extra momenten die je inbrengt in het schaatsrijden. De wind, je moet accepteren, je moet anticiperen. Je moet op allerlei manieren op een andere manier bezig zijn. Omdat nu hier deze editie in het Olympisch Stadion te doen. Met de atmosfeer die het Olympisch Stadion in Amsterdam uitstraalt. Ja, dat is ook een droom die uit gaat komen.